De eerste wil ik noemen de dode man. Ik ga terug naar een hele tijd geleden toen ik nog met mijn studie geneeskunde bezig was. De laatste fase, dan loop je co-schap in het ziekenhuis en dan leer je dus het vak van arts. Ik werkte op een afdeling interne geneeskunde op een kamertje alleen, al een tijdje een zeer demente man lag. Ik kon eigenlijk geen contact meer met hem krijgen, maar goed, hij was daar. En we lopen visite en zoals dat dan ging in die tijd, eerst gaat de internist naar binnen, dan komt de hoofdzuster, dus vroeger een non en toen kwam ik. En ik kom binnen en ik kijk naar die man en ik zie dat hij overleden is. Maar de internist en de hoofdzuster lopen naar het voeteneind van het bed en in die tijd hing daar nog een temperatuurlees en ze openen de status en ze gaan dus de situatie van de man staan bespreken. En ik stond erbij toen een paar minuten tot ze opkeek en zei, oh, het hoeft al niet meer. Ik was net nog geen arts, ik was diep geschokt. Misschien kwam het omdat ik op dat moment zelf een vader had die zeer dement was. Ik woonde namelijk thuis om mijn moeder te steunen in de laatste fase. Dus voor mij was het vanzelfsprekend om toch naar die man te kijken. En ik dacht één ding, hoe kan dit? Er waren zulke aardige mensen, deze internisten en de hoofdzuster. Dus dat was het niet, het was iets anders. En ik dacht één ding, zo wil ik niet worden, maar hoe doe ik dat?